Welkom bij een nieuwe video. Vandaag is meer een sit-down video en dat betekent dat ik gewoon één op één met de camera mijn kennis ga delen met jullie. In deze video gaan we het hebben over hoe jij tijdens de feestdagen om kan gaan met alcoholgebruik, hoe jij je training moet inplannen en hoe jij om moet gaan met al het eten wat je doet op deze dagen. Om te beginnen, het trainen. Voor sommigen is het een lastig verhaal. Zelf train ik in een sportschool waar ik zelf de gym kan openen met een tag. Eerste kerstdag, tweede kerstdag, oud en nieuw. Gewoon altijd kan trainen. 365 dagen van 6 tot half 11. Dus ik heb zelf geen probleem dat mijn sportschool dicht is. Maar de meeste van jullie hebben dat probleem wel. Jullie sportschool is misschien wel dicht op eerste en tweede kerstdag. En misschien ook wel op oud en nieuw. Maar hoe ga je hier nou mee om? Als jouw gym dicht is, zijn er twee dingen die je kunt doen. Je kunt de dag dat de gym dicht is thuis een workout doen. Dus de spiergroepen thuis trainen die je eigenlijk in de sportschool zou doen. Deze behandel ik zo meteen. Maar je kunt er ook voor kiezen om jouw trainingen dusdanig te plannen dat je op de dagen dat jouw gym dicht is ook niet naar de gym hoeft. Dus stel dat je een push-pull-leg split doet, dan deel je deze gewoon op in een full body routine of een upper en lower body. Op deze manier vermijd je een paar dagen in de gym, waardoor je de dagen die de gym dicht is ook niet in de gym hoeft te zijn. Stel nou dat jij echt jouw push-pull-leg schema vol wil houden of jij wil per se die upperdag op de dag doen dat jouw gym dicht is, kan je het als volgt aanpakken. Stel je voor, op eerste kerstdag is jouw gym dicht, op tweede kerstdag is die open. Als je bijvoorbeeld op eerste kerstdag een upper sessie hebt en op tweede kerstdag een lower sessie, heb jij sowieso geen last dat die lower sessie niet lukt. Maar jij wil die upper sessie per se op die dag doen, dat kan. Dat kan je gewoon doen door een thuisworkout. Want sommige mensen denken als ze één keer een workout in de gym skippen dat ze gelijk klein zijn. Dat is niet waar. Als je naturel traint, en dat is wel belangrijk, als je naturel traint, sowieso iedereen aanraadt, begin niet aan die shit, maar naturel is het echt niet erg als jij een keer een trainingje niet zo doet als dat die gepland is. Dus jij kan jouw upper sessie gewoon thuis pakken. Dat kan je doen door veel push-ups te doen. Pak je al de borst, triceps en een gedeelte van de schouder. Je kan vast wel iets vinden thuis wat een beetje gewicht heeft. Daar kan je bijvoorbeeld al de biceps, triceps, schouders mee trainen. Vast buiten of thuis kan je ergens wel optrekken. Dus stel dat je nog niet zo ver bent dat je zelf kon optrekken. Pak je alleen het zakken van het optrekken. Als je wel ready bent, dan pak je de hele pull-ups. Ook kan je een rowbeweging ergens vandaan pakken. Dus je gooit dan bijvoorbeeld je benen omhoog. En je trekt dan, wat is het, verticaal trek je zo omhoog. Dan pak je dus juist de traps. Buikspieren kan je sowieso thuis doen. Dus eigenlijk heb je voor alle spiergroepen wel iets te doen wat je thuis kan. En het hoeft niet zo intensief te zijn als dat je altijd in de gym doet. Het gaat erom dat je de spieren wel een beetje prikkelt, zodat je ze alsnog een kleine workout hebt gegeven. Dus, al met al zou ik ervoor kiezen om de trainingen om de dagen dat jouw gym dicht is in te plannen. En wil je dit nou echt niet, dan kan je altijd een thuis workout doen. Wil jij nou een video zien hoe jij thuis een goede workout kan hebben? Laat dat dan weten in de reacties en laat een blauw duimpje achter. Het tweede onderwerp is alcohol. Veel van jullie denken dat als je alcohol drinkt, je gains opeens verdwijnen ofzo. Dat ze magisch verdwijnen omdat je alcohol hebt gedronken. Dit is niet waar. Tuurlijk, alcohol heeft veel negatieve effecten op jouw lichaam. Op je hersenen, een beetje op je gains, maar daar kom ik zo op verder. Dus, van mij zal je nooit horen dat alcohol goed is voor je. Maar mijn stelling is altijd, ik leef niet om te trainen, maar ik train om te leven. Dus daarmee bedoel ik dat ik niet heel mijn leven toewijd aan trainen. Maar door trainen kan ik leven zoals ik wil leven. Dus omdat ik train, omdat ik lekker in mijn vel zit, kan ik mijn leven beter leven dan dat ik dat zonder trainen doe. En daarom laat ik dingen zoals alcohol toe. Tuurlijk, alcohol drinken is niet optimaal voor jouw gains. Maar uit onderzoek blijkt dat 1 à 2 normale drankjes jouw testosteronlevel als man zijnde zelfs een beetje omhoog werkt. Dus op één dag 1 à 2 normale drankjes, dus een biertje, een wijntje, een normaal bakootje, ik zeg maar wat, betekent dat jouw testosteronlevel zelfs een beetje stijgt. Dus volgens mij tussen de 10% en 20%. Echter, als jij meer dan dat drinkt, dus als je eigenlijk gewoon finaal je kop eraf zuipt, dan daalt je testosteronlevel met gemiddeld 40%. Dus testosteronlevel betekent eigenlijk hoe hoger jouw testosteronlevel is, hoe beter jij gains maakt. Hoe lager jouw testosteronlevel is, hoe minder jij je gains aanmaakt. Dus dit heeft wel een klein negatief effect als je inderdaad jouw kop eraf zuipt. Maar dit effect is maar tijdelijk. Het is niet dat als jij één keer kop eraf zuipt, dat je opeens een jaar lang een laag testosteronlevel hebt. Nee, dit level is vooral als je de dag nadat je gedronken hebt je eiwitten omhoog haalt, prima weer op te halen. Maar
Als alcohol zelf niet super slecht is voor je gains, waarom zegt iedereen dan toch dat het slecht is? Nou ja, de voornaamste reden dat alcohol slecht is, is als je op vrijdagavond finaal je kop eraf zuipt en je echt niks meer weet, dan kan je die dag erna nooit een goede training hebben. Dus de meeste gains die jij opoffert door het drinken van de alcohol, zijn niet de gains die jij daadwerkelijk verliest door de alcohol, maar de gains die jij misloopt omdat je de training erna niet optimaal presteert. Dus, is alcohol slecht voor je gains? Een beetje, als je er te veel van drinkt. Maar het grootste probleem is de dag na jouw alcohol. Sorry als je wat knallen hoort, dat is het vuurwerk wat ze afsteken, maar ja. Het is niet anders. Dus, hoe moet je het aanpakken met alcohol? Ik zou zeggen, doe lekker je ding. Als jij een feestdag hebt en je wil een drankje doen of je kop eraf zuipen, doe het. Maar zorg ervoor dat je de dag erna niet een training hebt. Dus plan jouw trainingen zo in dat je de dag nadat je alcohol hebt gedronken niet hoeft te trainen. Stel je voor, wat waarschijnlijk gaat gebeuren, dat iedereen met oud en nieuw helemaal naar de ratten gaat, ga je op 1 januari nooit trainen. Dus, om hier rekening mee te houden, zorg jij ervoor dat jij op 1 januari geen trainingen gepland hebt. Dus jij past jouw schema van heel die week aan, zodat je die dag vrij kan nemen. Op die manier verlies je vrijwel geen gains. Dus alcohol en gains kan gewoon, als je er maar rekening mee houdt. En zo komen we aan bij het derde punt, en dat is jouw voeding. Want feestdagen en vooral met kerst, jullie weten het. Kerst draait om de gezelligheid, maar eten hoort daar natuurlijk ook bij. Dus net als ik en jullie waarschijnlijk, eten jullie op kerst veel meer en minder goede dingen dan je normaal zou eten. Is het erg? Nee. Is het erg als je aan het droog trainen bent en de competitie aankomt? Ja. Maar de meeste van jullie zullen niet binnenkort een competitie hebben. Daarom zal de schade die jullie opdoen in 2 dagen je maag uit je buik vreten, zoals ik het graag noem, minimaal zijn. Die 2 dagen dat je veel meer eet dan normaal, maken echt niet heel veel uit. Als jij je toch zorgen over maakt, eet dan iets minder op de dagen dat je eigenlijk veel te veel eet. Of plan de rest van jouw week weer in naar de dagen waar je meer gaat eten. Dus stel, jij eet op die dagen 5000 calorieën in plaats van 3000. Heb je als je 2 dagen zoveel eet, 4000 calorieën meer gegeten dan normaal. Nou ja, hoe kan je dit voorkomen? Door de rest van de week gewoon iets minder te eten. Als jij 7 dagen lang 500 calorieën minder eet, heb je eigenlijk 3500 calorieën tekort die je weer bijvult als je te veel eet. Dus op deze manier kan je voorkomen dat je tijdens kerst je vetpercentage veel omhoog gaat. Hierbij wil ik wel zeggen dat veel mensen ook denken dat ze als ze veel eten voor een paar dagen opeens dik zijn. Nou ja, is het waar? Nee, natuurlijk niet. Tuurlijk is het niet waar. Je kan gewoon niet 2 kilo vet aankomen in 2 dagen. Dat is fysiek gewoon onmogelijk. Wat wel zo is, is dat jij door de hoeveelheid calorieën die jij eet wat vet aankomt, maar dat is logisch. Het meeste wat je daarvan terugziet is water dat zich ophoopt in jouw lichaam. Dus jij zal er misschien heel dik en vol uitzien, maar als jij vervolgens een week weer normaal eet, is jouw fysiek gewoon weer terug naar waar het daarvoor was. Dus als jij tijdens de dagen van kerst, oud en nieuw of net daarna opgezwollen bent en je een oliebol voelt, nou ja, dan voel je je net zoals ik, maar geloof me, dat is alleen op korte termijn. Als jij je dieet gewoon weer volgt zoals je deed, dan is dat zo weer weg. En op deze manier wil ik deze video afsluiten. Ik wens jullie alvast een gelukkig nieuwjaar. Ik hoop dat jullie deze andere stijl van filmen ook leuk vonden. Er komt mega zieke content aan. Er komt ook een zieke transformatievideo aan. Dan zien jullie hoe ik van 2013 volgens mij tot 2018 ben veranderd. En hoe dit gewoon kan. Ook als je naturel bent. Met genoeg werk en de juiste mindset bereik jij alles wat je wil bereiken. Dus daarmee wil ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Laat alsjeblieft een blauw duimpje achter. Deel deze video op je social media. En jongens, tot de volgende keer.